Bij een ongeval op de burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal is donderdagavond een motoragent gewond geraakt. De politieman kwam rond 21:50 op de kruising met de Donkenweg met zijn motorfiets in botsing met een auto. Hij is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De politie is daarom begonnen met een onderzoek.